Maar toch voor het eerst. Dus mijn mama hart vindt het heel moeilijk. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Het is vandaag, welke dag denk je? De leukste dag, want ik ga bij oma 2 nachten logeren. En ik zit nu nog lekker te ontbijten. Goedemorgen, het is woensdag. En ik ben al aangekleed en opgemaakt. Ik heb vandaag deze top aan van Liu Yo en die heeft van achter, even dat zo kan zien, een lage, oh, nou ik krijg het niet, maar hij heeft een wat lagere open rug. Broek Benetton en schoenen Face 8. Ik ga Sarah de koffertje inpakken, want die gaat dadelijk voor het eerst 2 dagen logeren. Dus dat vind ik best wel een dingetje. Voor haar heel leuk, voor mij heel lang. In ieder geval, ze gaat deze begin van de middag weg en dadelijk over 2 dagen 's ochtends weer op. Maar toch voor het eerst. Dus mijn mama hart vindt het heel moeilijk. Maar goed, we gaan even de koffertje inpakken. Nee, het is morgen geen lekker weer. Dus je hebt nu wel heel zomers gehad. Maar ik komt wel goed. Wil jij misschien even uit de badkamer je tandenborstel pakken? En je tandpasta. En we hebben natuurlijk zo ook je haarborstel en je shampoo nodig. Ook wel fijn om mee te nemen. Mijn haarborstel... Die, lag er die ligt op mijn bed, denk ik. Want jij was net in mijn kamer je haar aan het borstelen. Ja. Ik heb zo'n vermoeden dat hij daar is gebleven. Ja. Zal ik helpen? Nee, doe ik het wel in de koffer? Geef ze maar in je toilettas. Pak je toilettas? Die. Even kijken. Wat heb jij? Ik pak mijn nieuwe. Espresso. Ik pak dus deze witte, maar ik kan het niet. Kijk, doe ik maar zo. Er staat je naam leuk op, hè? Ja. Ja, heel leuk. Nou, gaan we daar. En hoe mijn ballet heet. Maar wil je even je tandenborstel pakken? En je tandpasta en je shampoo? Ga ik nog even zetten. Ja, maar dan kan je toch wel bij? Of heeft oma ook altijd shampoo? Nee. Ik weet niet. De ene oma heeft dat altijd in huis en bij de andere oma weet ik het nooit. Even kijken. Zo, het gaat helemaal los buiten, Sarah. Het is zwaar aan het stortregenen weer. Leuk zomer in Nederland. Nou, inpakken is klaar. Gaan we gelijk even Sarah de kamertje opruimen. En ik moet wel bellen en ik sta weer in de wacht. Al onze medewerkers zijn op gesprek. Blijft u wachten, dan wordt u zo spoedig mogelijk geholpen. Nog even knuffeltijd met dit lieve meisje, want die gaat zo weg met me. En ik ga je zo missen. Maar ik vind het wel heel fijn dat jij het heel leuk gaat hebben. Ga je me ook missen? Ik kan niet meer praten. Jawel. Maar kom, we gaan lekker G kijken. Ja, we zijn even samen televisie aan het kijken, want dan moeten we even verplicht bij elkaar liggen en knuffelen. Sarah is al even weg en ik ben... Even druk in huis bezig geweest. Probeer even gebruik te maken van mijn tijd. Ik had eigenlijk morgen ook plannen. Maar die gaan niet door. Dus Marco en ik gaan de zolder vanavond doen. Dan is die helemaal leeg en opgeruimd. In ieder geval, laat ik het zo zeggen. Leeg waarschijnlijk nog niet, maar helemaal uitgezocht en opgeruimd. En dan is de rest makkelijker. We hebben aardig wat gelopen al vandaag. Ik heb al 4288 stappen. Ik denk niet dat ik de 10.000 ga halen vandaag, maar goed. Ik ben een eind op weg en dat is wel heel erg fijn. En Marco komt ook zo thuis en dan gaan we lekker pizza maken. Pizza tijd, die is Marco met kaas. Eigen pizza met kaas. Lekker!
We zijn zo mega opgeschoten op zolder en dat is echt zo fijn. Ik heb het echt heel, heel, heel warm nu. Marcus nu een douche. Ik nog even snel wat editen en dan ga ik ook douchen en dan ga ik zo naar mijn bedje. Ik moet wel echt even wat eten. Ik zat al niet vol naar die pizza. En nu heb ik helemaal honger. Vandaag trouwens 6245 stappen gezet. En dan ben ik hem nog wel af en toe vergeten in mijn zak. Dus ik zit nog ietsjes hoger. Maar het is nu net over 12, dus hij gaat opnieuw tellen nu. Nog even snel de vlog afsluiten. Was bijna vergeten. Bedankt voor het kijken en tot morgen.